Hier op camping De Kooi is die alle hier in mijn oor al een groot podium. Er kwam altijd een tot het publiek op de optreden zaal. Het is wel wat onwennig voor gewoon campinggasten zonder podium. Vorig jaar zette dat al in met de gesluiting van het Groene Strand. En eigenlijk heb ik het idee dat mensen dat nog veel erger vinden. En dan komt er nu het podium nog bovenop. Ja, het hele oerolgevoel raakt een beetje weg, vind ik. Oerol wil geen podium meer, omdat de organisatie vindt dat het festival in het gedrang komt. De Kooi ging steeds met zijn eigen weg, probeerde zijn eigen podium te hebben. Dus het werd een festival in een festival. Maar het grote probleem was dat we 7 belangrijke locaties in de omgeving kwijt waren. En ik vond het totaal niet goed om die 7 mooie locaties in te leveren, zodat de Kooi s'avonds hun eigen feestje kon doen. En daarmee uiteindelijk het festival teruggedrongen werd. In de loop der jaren is gewoon heel Oerol geëvalueerd. Eilanders zijn erin geëvalueerd. Daar is muziek bijgekomen. En dat geeft gewoon in de loop der jaren een complete swing aan het festival. Maar ja, zij konden het meeste verdienen in die laatste 2 uren. En dat zijn echt de uren die wij nodig hebben voor locatietheater. Oerol weet wat dit kost. En als je dan om je heen kijkt en je doet even 1 plus 1, dan is het absoluut, absoluut geen commerciële kwestie. We gaan natuurlijk proberen om zelf een beetje invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld op Facebook, bij ieder berichtje van de Oerol-organisatie. Daarover te hebben, dat het zonde is dat het Groene Strand weg is, dat het toch wel anders kan. En dan maar hopen dat als ze veel van dat soort reacties krijgen, dat ze denken, nou ja, misschien is het toch een foute beslissing. Misschien moeten we het anders doen. En ooit die zwaar hier de campinggasten zelfs dan maar voor de muziek.